Vandaag gaan we fotoshooten, photoshoppen en een website maken. Welkom iedereen bij een nieuwe video. Op hoe gaat het? Ik ben Rino en vandaag is het een hele speciale dag, want ik ga je meenemen in het proces waarin ik mijn eigen website maak. En jullie weten het, ik beveel jullie altijd aan dat je inspiratie moet zoeken. En dat ga ik vandaag ook doen. Althans, dat heb ik al een beetje gedaan. Ik heb een plaatje gevonden op het internet. En dat vind ik zo cool. Ik ben dus bezig met mijn eigen website aan het maken. Ik heb hem al gereserveerd. Ik ben trouwens verkouden. Dus als ik anders klink, het spijt me. Ik ben ziek geweest het weekend. RinoDeBoer.nl wordt binnenkort een feit. En ik heb dus inspiratie opgezocht. En toen kwam ik dit tegen. Dit is echt best wel cool. En voordat je denkt van, Rino, je bent toch geen vogel? Dat klopt. Maar ik dacht, dit idee is best wel door te voeren ook op mensen. Want wat je hier eigenlijk ziet is een vogel aan de ene kant en aan de andere kant is het een code. En toen dacht ik ineens aan de film Matrix. Weet je, onze realiteit, hè, ik ga nu heel even een beetje spiritueel worden, is nog nooit eerder gebeurd. Of hoe gaat dat? Onze realiteit die creëren we zelf. Althans, dat geloof ik. Dus je kunt ook de eigen code schrijven van je leven. Mind is blown. Dus dat idee, dat lijkt me vet. En dat lijkt me ook wel inspiratievol. Dus dat wil ik gaan gebruiken op mijn eigen website. Dus ik ga zoiets proberen te maken in Photoshop. De rest van de website zal ik jullie later in meenemen dan. Dat gaan we dan, denk ik, in XD doen. Want I love XD. Ik zit te denken, ik heb helemaal geen foto. Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk tegen. Jongens, kunnen jullie even helpen met een foto maken voor mijn tutorial? Ben je nou aan het filmen of niet? Ja, ik ben aan het vloggen. Kunnen jullie even helpen met een foto? Kan je het weer niet alleen zeker? Nee. Nou, vooruit. Voor een shout-out. Voor een shout-out. Geregeld. Oké. Dat is gelukt. De foto's zijn gemaakt. Bedankt Gentle en Joey voor het foto's en filmen van dat ene stukje. Creatools en haar kanaal zelf staat in de beschrijving. Mocht je Gentle nog niet kennen, die loopt nu stage hier zo bij Coffee Bottle. Weet je, ik zou nog een keer een office tour maken, dus dat ga ik je dan allemaal vertellen. Maar oké, we hebben dus foto's, jongens. Let op. Nou, dit is eigenlijk het resultaat. Deze vind ik eigenlijk ook wel cool. Ik heb er al een paar geselecteerd van jullie. Ja, ik denk dat ik deze gewoon ga pakken. Ik zet altijd de raw foto's in een apart mapje, dus onthoud ik 5739. Doe en dan open ik deze in Photoshop. Hier is de foto, zoals je ziet. Gelukkig hebben we hem in RAW genomen, want hij is nog een beetje donker. In ieder geval, mijn hoofd moet natuurlijk wel aantrekkelijk zijn. De whites zetten we ietsjes omhoog. De temperature ietsjes omlaag. Ja, ik hou altijd wel een beetje van die paarse gloed. Als je mij volgt op Instagram, had je dat al kunnen zien. Shadows, klein beetje zodat je mijn haar nog een beetje ziet. Ik denk dat we zo wel een fotootje hebben waar we wat mee kunnen. Die kunnen we later nog een beetje bewerken. En wat ik altijd doe als ik met zo'n project bezig ben, is dat ik de originele afbeelding, zeg maar mijn inspiratie, die hou ik er gewoon naast. Alleen omdat ik niet wil dat mijn MacBook nu langzaam wordt, ga ik deze eventjes verkleinen. Dus ik doe Ctrl-J en Ctrl-Alt-I. Dan maak ik hem even wat kleiner, want jullie weten, een website gaat nooit hoger worden dan 1500 pixels. Ik weet het, ik raak nu heel veel pixels kwijt. Alleen, ik zie nu wel een probleem. Bij deze vogel heb je natuurlijk best wel een makkelijke doormiddensnede, als dat een woord is. In mijn hoofd wordt dat waarschijnlijk een beetje raar als ik dat zo ga doen. Waar zou ik het doen? Misschien de achterkant van mijn hoofd? Weet je wat? Ik ga gewoon de helft doen. En dan kunnen we hem hopelijk later nog verschuiven. Dus wat ik ga doen, ik ga hem sowieso eerst uitknippen. Dat ga ik doen, denk ik, met de Quick Selection Tool of de Magic Wand Tool. Dit werkt eigenlijk helemaal niet. Wat loop je nou voor dingen te verkopen, Rino? Oh, kijk, de achterkant van mijn hoofd is netjes gegaan. En deze gedeeltes zijn dan heel lastig te weg te halen. Dus dan pak ik even de normale Quick Selection Tool. En dan ga ik nog even de kleine gedeeltes bewerken. Dus hier bij mijn hoofd zie ik nog een gat. Shirt heeft hij ook meegenomen. En dan eigenlijk heb ik al een perfecte uitsnede. Nou ja, perfect, hè? Wat is perfect? En dit is geen uitknip tutorial. Dit is echt om dat effect te laten zien. Je hebt daar echt hele uitgebreide tools voor om echt haar netjes uit te knippen. Dat ga ik nu voor deze tutorial dus eventjes niet doen. Ctrl-Shift-I om de selectie om te draaien. En dan gebruik ik de mask tool hier rechts onderin. En dan zie je dat we zijn uitgeknipt. Dus wat ik nu ga doen is een witte achtergrond toevoegen. Zoals eigenlijk in deze afbeelding. Pak ik de G, de bucket tool, doe ik Alt voor wit. En plak ik hier overheen. Nou, zoals je ziet, de uitsnede is nou niet echt heel mooi. Er zit ook echt een gat in mijn neus.
Dat kun je fixen door de mask zeg maar te gebruiken. Gebruik nooit de gum in Photoshop. Zoals je ziet, deze selectie uitgeknipt is eigenlijk niet helemaal lekker gegaan. Maar nogmaals, dat is niet wat deze tutorial gaat zijn. Ik duplicate de achtergrond en ik pak eventjes dezezelfde kleur. Zetten we deze eventjes zo op de helft. En wat we nu moeten gaan doen, is eigenlijk een selectie maken van mijn hoofd. En dan dit gedeelte eraf halen. Ik ga denk even mijn hoofd duplicaten. Ik ga deze selectie omdraaien. En dan haal ik deze eventjes weg. En blijf ik eigenlijk alleen nog, als je alles uitzet, met de selectie over van de helft van mijn hoofd. En daar ga ik dan een soort van codetaal op gooien. Dus dan ga ik eventjes naar Google. En dan doe ik even code. Dus ik wil gewoon een platte versie hebben. Doen we gewoon kopiëren. Dan plakken we die over alles heen. Maken we net zo groot als mijn hoofd. En dan doen we die klippen op die layer daaronder. Dat kun je doen door Command Shift G te doen. Of gewoon rechtermuisknop Create Clipping Mask. En kijk eens. En dan zetten we de voorkant aan. Oh, ja. Het is minder mooi dan ik had gedacht. Maar wat ze hier ook hebben gedaan, is dat er nog een lijntje tussen zit. Dus dat ga ik nog eventjes proberen om een beetje dat effect van dat schuifje voor elkaar te krijgen. Dus deze layer gaan we nog even kopiëren. Die zetten we boven alles. En die maken we een heel een dun balkje. Ietsje smaller nog. Dan gaan we naar de ellipse tool. En dan maken we hier ook nog een rondje. En daar kunnen we dan nog een soort van icon in zetten. Om het idee te geven dat we hem eigenlijk gaan verschuiven. Dus dan pak ik even de T-tool. Dan doe ik even zo'n simpel dingetje. En mijn hoofd moet nog veel lichter, zie ik nu. Dus dan ga ik eventjes een levels op klippen. Dat doe ik door deze manier. Ik klik hier op clip en dan kan ik die even gaan levelen, want eigenlijk is die nog veel te donker. Zoals je ziet, dit ziet er al een heel stuk beter uit. Het begint al een beetje ergens op te lijken. Laten we even een ander kleurtje kiezen, wat misschien meer past bij de kleuren van mijn hoofd. Ik hou van paars, dus laten we hem even paars gaan maken. Ik weet niet of dit er mooi uit gaat zien hoor jongens. Ik probeer eigenlijk ook maar wat. Nou, zoals je ziet, ik heb het eigenlijk redelijk snel voor elkaar gekregen. Ik vind het effect wel grappig. Ik had het eigenlijk iets mooier nog verwacht, maar ja, dat heb je soms. Je moet experimenteren om achter bepaalde dingen te komen. Wat vinden jullie van het eindresultaat? Zondag ben ik bij jullie weer met de mailtijd. En dan zijn we er volgende week woensdag weer gewoon met een normale tutorial. Doei! In deze video hebben wij gebruik gemaakt van Adobe Photoshop. Onderdeel van Adobe Creative Cloud.